In de eerste halve finale wedstrijd heeft Landstede Basketbal zondagmiddag direct het thuisvoordeel prijsgegeven. Zorg en zekerheid Leiden opent en eindigt in play-off modus, waar de Zwolse formatie scherpte mist op beslissende momenten. Met 82-88 gaat de winst naar de bezoekers. Weliswaar opent Clayton Vetti op aangeven van JT Joho de score, maar daarna is het de Leidse ploeg die de regie voert. Nick Oudendag verhindert een score inside, maar ziet zijn directe opponent Thomas Koenens wel 2 driepunters binnenschieten. Dat inspireert driepuntspecialist Jesse Voorn en ook hij treft. Het is 6-13 en als Olaf Schaftenaar zijn enige rake afstandsschot loslaat, antwoordt Koenens soortgelijk. Onder scorende leiding van de goed ingevallen Keegan Highland dichtte de Zwollenaar het eerst ontstane gat. Clayton Vetti dunkt stevig door, maar de voorsprong blijft bij de Leidenaren als Mohamed Kerazi de 17-19 kwartstand vastlegt. Na een driepunter van Floris Versteeg volgt een Zwolse tsunami. Nick Oudendag dunkt, Mike Schilder drijft en Clayton Vetti en JT Joho produceren driepunters voor een 13-0 run. Die leidt tot een maximale 32-22 voorsprong. Jesse Voorn breekt de run met een driepunter, waarna wat vrije worpen van JT Tiller een 0-10 reactie volgt. In de laatste minuten verschijnt Davion Draper met 6 punten op het scoresheet. Zijn laatste score verhindert een Zwolse voorsprong bij rust, 40-41. Na de pauze lijkt Rogier Jansen ontwaakt. Tegen zijn drives heeft de Zwolse verdediging geen goed antwoord. Koenens en Voort schieten 3 punten raak en al snel is het 42-54. Dan staat JT Tiller op na een onzichtbare eerste helft. Vrije worpen, drives met bonus, een 3-punter en een mooie assist op Clayton Vetti. De Zwollenaren hingen aan een touwtje, maar komen terug tot 56-57. Draper en Jansen vergroten het gat aan het eind van het kwart met 57-62. Rogier Jansen blijft een plaag voor de wankele Zwolse verdediging. Als hij even stilvalt, nemen Jesse Voorn en Mohamed Kerazi het scorende stokje over. De 2 punten achterstand worden er weer 6 met 69-75. Weer dreigt het touwtje te knappen, maar weer komt Landstede terug via steals en scores van JT Tiller en Mike Schilder op 73-75. Voorn mist zijn afstandsschot en de kans is daar, maar Vetti mist een vrije score onder het bord. Vanaf de vrije worplijn zijn de Leidenaren in de slotfase dodelijk. Ze verschijnen 5 maal aan de lijn en scoren alle 10 de vrije worpen. Een 3 punten van JT Joho en de dunk van Nick Oudendag zijn slechts doekjes voor het bloeden. De eerste winst is voor Zorg en Zekerheid Leiden.